Zo goed zijn. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als maar naar de boek komen. We gaan geld roven, jongen! Jullie zijn vast wel bekend met de Noord-Zuidlijn. Het schijnt de snelste route te worden van noord naar zuid. Wij namens Jack Links Beef Jerky dagen jullie uit om alleen op mankracht van noord naar zuid te racen. Sneller dan de lijn. Sneller dan de lijn? Sneller dan de lijn. Oké. En voor hoeveel willen jullie spelen? Ik heb hier 2 tassen vol met beef jerky. Deal. Deal. Racen tegen de snelheid van de Noord-Zuidlijn zonder dat de motoren gebruikt mogen worden. Wordt dus echt man versus machine. Ja. Ik denk dat dit wel de zwaarste challenge is tot nu toe in Geldrovers. Ja, dat denk ik ook. Ik zie alleen 2 problemen. Als wij die afstand in ons eentje willen gaan afleggen, ga je dat conditioneel gewoon niet redden, denk ik. Dus we moeten elkaar gewoon gaan aflossen. Dan zie ik nog een 2e probleem en dat is het water. Het ei die noord van zuid scheidt. Ja, we zouden eigenlijk een 3e man moeten hebben. Mocht ik nog iemand kennen. Fitboy Jossa! Hey Joost. Hey, ik heb even een vraagje voor je. Hoe snel ben jij met zwemmen? Niet? Oké, dan wordt het roeien. Juist de zin. Dus eigenlijk wordt dit gewoon een triathlon tegen de zuidlijn. Ja, en toen waren we nog hartstikke enthousiast. Want toen we van de directeur hoorden hoe snel die metrolijn nou eigenlijk gaat zijn, werden we best wel een beetje verdrietig. Je bent straks in een kleine 16 minuten van noord bij zuid. En in deze 16 minuten zijn ook nog eens alle stops van de metrohaltes inbegrepen. Joost die woont in Zuid. In Zuid. Ja. Dus dat is de meest logische plek om vanuit te vertrekken. Dit is ons startpunt. Ja. En dan moeten we naar Noord. En we moeten naar Noord, dat is hier. Dat is de eindstation. Ja. En tevens de eerste metrohalte van Noord-Zuidlijn. Dus, in hoeveel kilometer is dat? Hemelsbreed? Ja. Laten we een lijn trekken. Precies 5 kilometer. 5 kilometer? Ja, maar dat is echt hemelsbreed. Dus... Je gaat natuurlijk crisscross door de stad heen, daar moet je rekening mee houden. Maar in principe is het een mooie rode draad. Ja, op het water verlies je natuurlijk de meeste snelheid. Ja. Dus we moeten de kortste afstand van het water pakken. Ik denk dat als mijn vrienden me gaan helpen door allerlei kruispunten af te gaan zetten in gele hesjes, dat ik binnen 10 minuten mijn stuk kan afleggen. Op een goede racefiets, hè? Oké. En dan blijft er nog 6 minuten over bij Joost. Mm-hmm. Joost. Zou het denk ik in 2 minuten wel kunnen halen, denk je? Ik denk in 2 minuten en dan blijft er 1,2 kilometer over voor jou die je in 4 minuten moet afleggen. Dat wordt heel pittig, maar ik ga het proberen. Ik denk dat ik even moet gaan trainen. Ik denk dat we allemaal even moeten gaan trainen. En? Hoeveel minuten zit ik? 15? Ja, dat moet sneller kunnen. Ja, je bent er bijna, Pik. Lopen. Oké, ik moet 150 meter zo snel mogelijk kajakken en dan Martijn aftikken. Yo, wat doe jij aankomende woensdag? Ik heb namelijk vrienden nodig die even wat kruispunten gaan afzetten in een geel hesje. De conditie is wel een dingetje. 21 kilometer is niet heel lang, maar als je mijn conditie hebt wel. Oké, binnen 10 minuten moet ik bij Joost zijn. Dan is de klus geklaard. Als ik later ben, dan gaan we het moeilijk krijgen. Maar met de hulp van de jongens in de gele hesjes die nu klaarstaan bij alle stoplichten, moet het lukken. Yes.
Niels. En Niels is over 400 meter bij jou. Joost heeft echt veel tijd ingehaald. We liggen nu helemaal op schema. Mardi, come on, binnen 16 minuten. Dit moet kunnen. Oké, nu moet ik de weg over. Oei. Hoe ging die bij jou? Dat was pittig. Ja, ik begon echt super goed, alleen het einde kon niet meer. Mijn benen werkten gewoon niet meer. Maar Joost daarentegen. Zo, die ging hard. Ja, ik ging best wel hard, maar jij volgens mij ook wel. Ik ging redelijk hard tot aan het laatste stoplicht. Dan moest ik even 30, 40 seconden wachten. Maar ik ben best wel benieuwd, Jack Links, wat is onze eindtijd? Op de seconde, 15 minuten 47. Ja! Nee joh! Lekker! Is dit echt? Ja! Nee joh! Dus onze manpower, die biedt gewoon technology van de Noord-Zuidlijn. Komt er bij een ijsprint. Dus, wat hebben we gewonnen? Kijk, dat is lekker hoor. Zoals beloofd, twee zakken vol met beef jerky. Nou, helemaal top. Een paar gaan eruit. Maar we verdelen natuurlijk ook onder de kijkers. Dan moet je ervoor doen, Martijn. Je moet even naar onze Instagram gaan, dat moet je natuurlijk even volgen. En dan hebben wij een fotootje met... Check links. Like die eventjes. En de vijf gelukkige, daar gaan we deze zakken mee delen. Dus als je dit wil winnen, ga even naar Instagram, like de foto. Ja, helemaal top. Hey, ik wil Jack Links ontzettend erg bedanken voor deze challenge. Ik vond hem heel tof. Jullie bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we gewoon weer bij met een gierige video en een video van geldrovers. En laat even weten wat je van de video vond. Later! Gelijk naar beneden om alles op te ruimen. Ja. Wow! Nee!